انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحوض ري انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بس تكايكرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيني وقف ليفرين أنزا السسي أنزا سيري كوليج سوفرت ليفا محمد صلى الله عليه وسلم أخنام يا حبيبي يا محمد In deze aflevering gaan we verder over de toestand, en het manier van leven van, van, van Ashab Mekka, dus Quraysh, voor Uh, de komst van de profeet sallallahu alayhi wasallam. In de afgelopen aflevering heb ik het gehad over hoe zij van shirk overgingen, tenminste van Tawheed overgingen naar uh, Shirk. Maar vandaag wil ik het uh, hebben over hun uh, politieke verhoudingen, uh, de machtsverhouding. hoe zij te werk gingen, de omgang met elkaar. Want kijk, um, Quraysh Tenminste, de bewoners van uh, bekend algemeen en uh, dus van Schiere Eiland, waren niet zo geordend zoals het bij de, uh, bij de uh, mensen van Abassinië was. Het koninkrijk dus van Ethiopië en daarna ook nog Jemen, uh, waar Jemen onder uh, viel. Of bij de Perzen was, of bij de Romeinen, die een algemene gezag hadden. Dus een soort van een koning of een imperator, waar alles onder viel en al de mensen maar zijn bevelen. Op diende te volgen met een, met een leger. Nou, in Mekka was dat helemaal niet het geval. Ze hadden, ze hadden te maken met stammenverdeling. Dus in iedere stam had wel iets voor het zeggen. Het overkoepelende stam is Korijs. En Quraysh dat zijn de mensen die in Mekka leefden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze wel een status gegeven. Dat ze wel een hele belangrijke stam zijn, getuigt ook het feit dat er een Sora naar hen vernoemd is. Daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala het volgende. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. Dus dat de hele Sora vernoemd is naar zegt wel wat over hun Ja, waarom ook niet? Want Muhammad sallallahu alayhi wa is uit Quraish gekomen. Zoals hij in uh, overlevering heeft gezegd, en deze is vermeld in Sahih al-Bukhari, waarin hij het volgende uh, zegt: In zegt... tafa kinana min bani Ismail. Of Allah subhanahu wa heeft kinana uitverkoren uit de kinderen van Ismail. En Allah heeft Quraish uitverkoren uit kinana. En Allah heeft Benu Hashim uitverkoren uit Quraysh en Allah heeft mij uitverkoren uit Beni Hashim. Dus dit is een bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wasallam tot Quraysh uh, behoorde. Maar hoe was dus de machtsverhouding? Nou, wat zij ook hadden is een soort van, wordt daar een medwa genoemd, een soort van een mejlis, een soort van een kamer, een tweede kamer, een eerste kamer. Je kunt het noemen zoals jij wilt. En daarin namen al de hoofden van de substammen, dus die onder Quraysh vielen, namen daar plaats in. Dus in elke man. Die 40 was, in sommige overleveringen of andere boeken wordt van, uh, gezegd zelfs 30 jaar. Dus elke man die 30 of 40 jaar was, die kon daar zijn zegje doen. En daar werd letterlijk alles besproken: van huwelijken, tot aan oorlog, tot aan uh, Tijana, dus handel. Alles werd daar besproken en daar werd dus over gestemd. Maar wie was dan het hoofd van Daar en Nedua? Het had natuurlijk wel iemand nodig die de voorzitterschap op zich zou nemen. Nou, dat gebeurde iemand die heel dapper was, heel geduldig was, heel gul was, maar ook niet bang was. Dus wanneer er oorlog is, dan is hij de eerste die opstaat en vooraan aan het leger stond. Dit waren dus de eigenschappen die zich moesten bevinden in zo'n belangrijk persoon die de voorzitterschap op zich zou nemen van Daar en Nedua. Maar betekent dit dat de voorzitter alle touwtjes in handen zou hebben? Betekent dit dat hij dus alle macht bij zich had? Nee, helemaal niet. Want dat zou betekenen dat een substam uh, sub alle macht zou hebben. En dat is natuurlijk nooit goed. Wat gebeurde er? We hadden meerdere ministeries, om het zo te, te, te benoemen, zoals we die vandaag uh, kennen. Met andere woorden, en elke substam. Valt onder Quraish, want uh, Quraish was overkoepelend. En daaronder vielen dus de substammen. En elke substam kreeg dan aan de hand van hun grootte of sterkte, kreeg een belangrijke uh, positie. Nou, een van de belangrijkste zaken die te verdelen waren, waren dus al-Sidana uh, of al-Hijjaba genoemd. Wat betekent dat? El sidana of al-Hijjaba was eigenlijk iemand die het voor het zeggen had over el kaaba Degene die de sleutels had van El en de mensen toeliet in de Kaaba, voor hen dus opendeed en weer de Kaaba sloot. En deze was beni, bij Beni Abd -bar. En subhanallah, deze is ook bij hen gebleven. Want uh, in het jaar dat de Prophet terugkwam naar Mekka, dus de Mekka opende, uh, heeft hij die sleutels opgevraagd. En hij ging toen naar de Kaaba en hij heeft de kabe, uh, schoon schoongemaakt en al die afgoden weer naar buiten gegooid. In ieder geval, de was schoon. Op een gegeven moment kwam al-Abbas, of ben al-Abbas al en Ali ibn Abi al Talib, kwamen naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden tegen hem, ja, Rasulallah, laat die sleutels bij ons, geef die sleutels aan ons. Wij hebben de siqaya, want de siqaya was in Beni Hashim, en, en dan hebben wij nu ook de sidana, dus dan hebben wij de sleutels van el-kaaba en een aantal geleerden van alu tafsir die zeggen en er kwam zelfs een openbaring hier op waarin Allah subhanahu wa ta'ala het volgende zegt Inna Allaha ya'murukum an tu'ddu <middels> amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumoo bil-'adl in allah ni'am ma y'arithu kum bih. In allah kana semi'an basi'ra. Dus het was belangrijk dat de sleutel terugging naar, naar, naar zijn mensen, naar Abd Abdel Dar. En daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ithman ibn Talha naar zich toe toegeroepen. Toe, Want hij gaf hem de sleutel. En hij, hij wilde ze later weer teruggeven. En hij zegt tegen hem, jou hier zijn de sleutels. Deze zijn voor, je, voor jullie, met andere woorden, voor jou en jouw nakomelingen. Niemand zal deze van jullie kunnen afnemen behalve een onrechtvaardige leider. En subhanallah, deze sleutel is nog vandaag de dag bij diezelfde stam. Dus bij diezelfde familie Nishebe. Maar zo hoort je natuurlijk ook een andere ministerie van Sikai. En deze was bij Beni Hashim. En wie was daar de hoofd van? Abdul Muttalib, dat was dus de opa van de Prophet. Het wa was natuurlijk niet voor niets, want hij was degene die Zem zijn water weer, Zem bronnen dus heeft weer opgegraven. Nadat hij een aantal keer in de droom heeft gezien. En dit heb ik benoemd in een andere aflevering. Maar zo had je ook dus de raaien. En raaien was bij Benny Omeja. Dus als het ging om oorlog, dan hadden zij de, 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 de raaien. En dan moesten zij het uh, opnemen. En moesten zij dus de kar gaan uh, trekken. Zo had je ook de rivade. En, en wat betekent dat? Een dat was dus iemand die het geld ging inzamelen. om al het eten te bekostigen van de pelgrims. die dus naar Mekka uh, elke jaar uh, kwamen. En dit maakte dus ook Korea zo uh, belangrijk. En, en, en heilig voor de andere, uh, andere stammen die in, 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 uh, in Al Jazeera al-Arabiya. dus het schiereiland, Arabisch Schiereiland, uh, leefden. Maar wat betekent dit? Um, Misschien is het belangrijk om nu een, een voorbeeld te noemen om, um, om, te, om te begrijpen waarom het zo belangrijk was dat die macht eigenlijk verdeeld was onder meerdere uh, substammen. Nou, stel je voor dus dat uh, al het macht bij één stam was, dan kon die alles doen en alles zeggen en de anderen zouden maar moeten ja knikken. En dan zou er dus onrechtvaardigheid komen. En wat betekent dat? Onrechtvaardigheid betekent onrecht, betekent onrecht. Oorlog. En oorlog betekent instabiliteit. En dus mensen kunnen dan niet veilig leven. En subhanallah, dit komt heel goed naar voren wanneer we zien bijvoorbeeld Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, de Sahabi, een van de Sahaben die heel snel de islam hebben omarmd. En zijn ouders ook, Yasir uh, en Sumeya. Want Ammar is de zoon van Yasir en Sumeya. En die werden gemarteld. En die werden uiteindelijk ook nog eens gedood. Dus de ouders van, van, van Amma. Waarom? Omdat zij geen sterke uh, stam achter zich hadden een substam achter zich hadden die het kon opnemen tegen Quraish. of tegen hen die hen pijn wilden uh, doen. En zo zijn ze zij uiteindelijk zelfs gestorven. Maar terwijl Abu Bakr as-Siddiq anhu arda, iemand die openlijk ook uiteindelijk zijn islam bekend maakte. En hij werd met rust gelaten, terwijl hij ook nog eens Bilal al-Habashi, dus de slaaf, ging afkopen. Niemand kon het tegen hem opnemen. Waarom? Hij had een sterke een stam achter zich die hem kon uh, uh, beschermen. Dit, dit geeft ook aan waarom de profeet sallallahu alayhi wasallam inderdaad met rust is gelaten tot een bepaalde hoogte. Omdat zijn opa, Abdul Muttalib, tenminste uh, zijn oom uh, Abu Talib, ook de hoofd van ben Hashim was. En ben Hashim was niet zomaar een stam, maar ook een sterke stam. Ze hadden ook de stikaia. Dus dat hielp hem ook, dat Koraysh hem met de rust liet tot een bepaalde uh, hoogte. Maar betekent dit dat Koraysh eigenlijk alleen maar uh, beschikte over slechte zaken, slechte eigenschappen? Nee, helemaal niet. Koraysh had ook goede eigenschappen. De professor sallallahu alayhi wa sallama, die zei, li akhlaq. Oftewel, ik ben gestuurd om de of de goede omgang, goede omgang te voltooien. Met andere woorden, er was een basis. Er was iets goeds aanwezig. En dat moet ik voltooien en nog beter maken. En een van de zaken waar correage op beschikte, was eh, dopperheid, maar ook het woord. Als iemand het woord zou geven, dan stond zo'n persoon bij zijn woord koste wat kost. Dan kon zo'n persoon zelfs een oorlog voeren om zijn woord. Een hele belangrijke voorbeeld dus uit, 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 de, uit de Sira is dat de profeet sallallahu toen hij naar Al-Ta'if ging, dus in het jaar van Al-Huzn, het jaar dat hij zijn oom verloor, uh, Abu Talib, en zijn um, vrouw uh, Khadija, ja, stond hij er een beetje alleen voor. En hij ging toen naar Al-Ta'if om support te zoeken en ondersteuning, omdat de mensen zijn boodschap zouden uh, onderstrepen en hem zouden volgen. Maar wat gebeurde natuurlijk tegen wat er gebeurde? Het verhaal komen we later op terug. Maar op een gegeven moment, Koraystu wist daarvan. Ze wisten dat hij naar Taiwas gaat. Dat zagen ze als verraad. Dus de Profeet vond het niet veilig om Mekka binnen te komen zomaar. Dus wat deed hij? Hij stuurde naar iemand die heet Motan bin Udey. Het was een sterke iemand met een grote, een grote familie, met een grote substan. Sub en hij stuurde naar hem en zei tegen hem: kun jij mij beschermen? Kun jij mij onder jouw hoede nemen? Waarop hij zei, is goed, kom maar. En hij nam hem onder zijn hoede. Hij zei toen tegen zijn kinderen en zijn uh, kleinkinderen, in ieder geval zijn substan. Hij zei, luister, pak jullie zwaarden en ga op jullie paarden en kom naar Mekka. En wat deed hij toen? Hij zei, ja, maar, Quresh, o, oh, Quresh, Mohammed is onder mijn bescherming. Die wie aan hem komt, komt ook aan mij. En toen Khoras dat hoorde, raakte hij natuurlijk in paniek. Dat was dus een grote persoon. Iemand met status. En Abu Zahid ging toen naar hem toe en zei: Ja, ja uh, met Het andere woord, kivesh. Ben jij een volgeling geworden van Mohammed of wil je hem alleen beschermen? Hij zei: Nee, ik ben geen volgeling. Ik ben alleen een beschermer van hem. Moet je je voorstellen: hij was, een, hij was iemand die niet de islam had omarmd. Dus Khoras, uh, hij behoorde tot de mushriki. Maar hij had zijn woord gegeven en hij was, hij was bereid om zelfs oorlog te voeren. Voor de profeet sallallahu alayhi wasallam om hem te beschermen. Dus dit was de, uh, een van de goede eigenschappen die Koraysh hadden. Maar zij waren ook gul. Uh, zij waren heel sterk nog iemand uh, die heel erg bekend stond om zijn gul Het was Hatim al-Ta'i. Hij werd als een voorbeeld genoemd. Ze werden gezegd, akram min ha Hatim al-Ta'i. Ben jij nog guller dan Hatim al-Ta'i? En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ook over hem, positief over hem uh, uh, gesproken. Zo uh, zei, waren ze ook heel goed met poëzie, uh, sterk in, in het Arabisch. Dus was ook een hele sterke eigenschap. Ze hadden bijvoorbeeld uh, de poëzie zo hoog zitten en het Arabisch zo hoog zitten, dat Omar ibn al-Ghattab zei, dit was eigenlijk het enige wetenschap wat uh, sterk was bij Korees. En dit was ook het enige wetenschap wat zij hadden. En uh, het, er wordt ook verteld gewoon dat zij zelfs uh, markten hadden uh, waar poëzie... Poëzie werd uh, opgezegd omdat er juryleden waren die uiteindelijk dus tussen de uh, dichters gingen beslissen wie het beste gedicht, uh, gedicht had. Maar uh, dit waren allemaal zaken, dus de wel stierden. Maar aan de andere kant waren zij nou juist goed of slecht? Nou, ze hadden meer slechte eigenschappen dan goede eigenschappen. Want ben jij goed als jij Mouschrik bent? Zij hebben, zij waren uh, afgoden aanbidders. Ze lieten de heer van de Kaaba, waar zij leefden, waar zij buren van waren, en zij gingen l'ahjar, met andere woorden, stenen aanbidden. Twee, zij hadden een slechte eigenschap als het gaat om de vrouwen. De vrouwen hadden helemaal geen rechten. De vrouw, als haar man komt overlijden, nou, de zoon van die man, die zou haar kunnen huwen. Uh, ze had geen, geen recht op erfenis. Uh, zelfs als een vrouw, tenminste als een kind, als iemand een kind kreeg, een dochter, wat gebeurde er uh, wat gebeurt daar dan? Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zo'n persoon, over zulke mensen in de Koran. Dus... <maar> Hij werd helemaal zwart, zijn gezicht veranderde, zijn look veranderde, omdat hij dit zag als een, iets wat zijn eer zou aantasten. En er waren dus gewoon uh, mensen die die, die, die meisjes levend deden begraven, zoals ik in een anderhalve levering al heb uh, benoemd. Dus zij leefden eigenlijk ook in onrecht. En zij leefden ook in volumaat in, in, in darkness, uh, of als het ware een, in het donker van onwetendheid, in het donker van uh, shirk. Dit moest veranderen. Dit moest veranderen, want er moest, uh, zo, de zon moest weer gaan schijnen. De zon van het van, van, van ilm, van kennis, de zon van het tawhid. En... Daar gaan we inshallah de volgende overlevering over hebben. Een aantal seinen die Quraish kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala. Of een van de belangrijkste seinen ook. Die, uh, die, die mensen van Quraish, de mensen van ja, Quraish kregen. Dat er iets zat aan te komen. Dat de zon uh, weer zou gaan schijnen. En daar gaan we het inshallah in de volgende aflevering over hebben. Nou, tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.